in de polder, ten zuiden van Hoofddorp, verrijst een wijk van 1200 woningen, inclusief 300 sociale huurwoningen. De wijk wordt opgetrokken in een Engels romantische bouwstijl, de Tudor-bouwstijl, vandaar de naam Tudor Park. Het is een vorm van retro-architectuur, een stroming die veel mensen waarderen. Je merkt dat mensen op zoek zijn naar een woning met een eigen identiteit, geen grootschaligheid, geen massaliteit. En dat komt tot uitdrukking in dat Tudor Park. Het zijn wat kleinere blokjes, tussen de 5 en de 8 woningen, met allemaal een eigen karakter. Maar is het eigenlijk wel architectuur? Dat vroegen we bouwkundige en architectuurcritica Kirsten Hannema. Ja, waarom zou het geen architectuur zijn? Dat is eigenlijk de vraag. Er is hier een architect aan het werk geweest. Die heeft een ontwerp gemaakt voor de hele wijk. Ook heel goed nagedacht over hoe ga ik die straat vormgeven? Hoe rij je daar straks tussendoor? Hoe zijn de zichtlijnen? Hoe krijg je variatie in de woningen? Ik denk dat het zeker architectuur is. De vraag is wel, onder architecten vooral, is dit niet terugkijken naar het verleden en zou architectuur niet juist moeten gaan over vernieuwing? En dat is al heel lang een discussie. En die discussie speelt hier volgens mij ook. Willen mensen dit graag? Er is een bureau dat onderzoek heeft gedaan naar welk stijl mensen bevalt. En daar kwam wel uit dat retro of die soort semi-retro variant, die beviel mensen beter dan de supermoderne variant. Dus het is ook even wat de mensen graag willen, dat verkoopt natuurlijk ook beter dan. Ja, ik denk dat wel verschillende werelden zijn. Je hebt inderdaad de wereld van de architect. Dat zijn vaak ontwerpers die vinden het toch interessant om iets nieuws te proberen. En je hebt inderdaad de koper die naar blijkt op zoek is naar iets wat juist herkenbaar is, vertrouwd voelt. Misschien zoals vroeger. Of misschien past bij de sfeer van een grachtpand dat staat voor iets dat veel waarde heeft en iets dat sowieso door een grote groep mensen al mooi gevonden wordt. Is dit nou een manier om de enorme druk op de stad te verlichten, om dit soort projecten te gaan bouwen? Ja, daar ben ik van overtuigd. Zeker als je tegemoet komt aan een grotere invulling van de behoeften van de mensen. En dat betekent diversiteit aan woningen, van wat kleinere eengezinswoningen tot groter, maar ook een 201-kapwoning, een vrijstaande woning. En die totaliteit aan diversiteit, dat spreekt de mensen aan. Die kopers, zijn dat ook mensen uit Amsterdam? Zijn dat mensen uit de stad? Het accent ligt op de mensen vanuit Hoofddorp. Maar in toenemende mate zie je dat de mensen uit Amsterdam, maar ook uit Haarlem, hier naartoe komen. Omdat ze de stad te druk vinden worden. De woningen zijn niet toereikend voor hen, voor wat betreft de prijs en de ruimte. En hier heb je alles. Ook als je kijkt naar de voorzieningen voor kinderen, sportfaciliteiten, scholen, winkels. En merk je dat die beweging in de woningmarkt nu echt op gang is gekomen? Ja, zeer. De bestaande woningmarkt droogt op. Dat zie je in eigenlijk alle grote steden. Amsterdam, Haarlem, Utrecht. En dat betekent dat nieuwbouw een heel goed alternatief is voor de mensen die naast zich op zoek zijn naar een nieuwe woning. Is die Videx echt voorbij? Ik denk dat het wel in toenemende mate zo is dat mensen op zoek zijn naar iets met een eigen identiteit. Mensen willen niet meer in een 13-dozijn woning wonen. Wilt u meepraten over dit onderwerp? Kom dan op donderdag 1 december naar Pakhuis de Zwijger voor de Bouw Woon Leef Meetup.